Hey, goedemiddag allemaal, CX-liefhebbers. Kijk eens, kom mee in de geweldige puinhopen van een café-racer. Nou, waar gaat dit vanavond om? Café-racers hebben niet de voorkeur om aan te sleutelen. En hier zie je een van de redenen. En ja, jullie weten niet hoe het zat, maar degene van wie die motorfiets is, die weet wel degelijk hoe het zat. Het leverde nogal wat problemen op met de bedrading. En we hebben hier ook een stekker die gewoon naar de klote is gebrand. Dus, er zitten nogal wat haken en ogen aan. En met bedrading bedoel ik, als je een motorblok wil verwijderen, dan moet je wel zorgen dat je je stekkers weg kunt halen. En ik moet steeds meer dingen weghalen. Dus hier mist al een schetsplaat, dus hier mist een schetsplaat en hier mist een schetsplaat. En dan moet het zadel er straks weer op. Nou, als ik nou weer een café-racer binnenkrijg, dan weiger ik hem, denk ik. Dus als je een café-racer bouwt, denk dan goed na over wat je gaat doen. De meeste café-racers stranden op dit moment omdat er geen visie is hoe het moet worden. Dat is nou precies de reden waarom ik geen café-racers bouw, omdat ik het ook niet heb. Ik heb verstand van de techniek, maar niet hoe het moet worden. Schijnbaar moet je daar een ontwerper voor zijn die nadenkt over hoe iets loopt en gaat en staat. Daar ben ik niet, daar was ik al lang achter. Nou, dit zijn de trouwens, dit is wel een interessante oplossing om de kentekenplaat op te hangen. En dan zie je hier ook dat er een verstevigingsbeugeltje zit. Dat zijn goede oplossingen. Nou, het zadel blijkt vast te zitten, of de achterspargel blijkt vast te zitten met twee boutjes. En de bedrading is gewoon hier te dun. Als ik daar moet aan gaan werken, dan breekt het. Dus dat heeft niet mijn voorkeur. Ja, en zoals je ziet hier, dat zeker niet. Dus ik hoop maar dat alles weer goed komt straks. Nou is het altijd leuk om over andermans fouten te praten. Al, dat is natuurlijk lekker afzeiken. Maar ik praat ook over mijn eigen fouten. Nou, zie hier een poedercoatblok. Dit blok is door mij gepoedercoat, behalve het zwarte tussendeel. Die heb ik overgehouden aan de hand van iemand die zijn eigen zaken had gepoedercoat, maar het motorblok weer niet goed in elkaar kreeg. Nou, dat werd hem allemaal te duur, dus we stopten ermee. En toen dacht ik, weet je wat, ik bouw het zwarte deel in het zilverkleurige deel. En dan kan ik van twee slechte blokken een mooi poedercoatblok maken. Nou, we zijn al 2 jaar verder en ik heb toch wat foutjes gevonden. Ten eerste, het zwarte deel is niet goed gepoedercoat. Ik zei al, dat heb ik dus niet laten doen, dat heeft die persoon zelf gedaan. En dus niet de eigenaar van deze motorfiets, maar van de motorblok. En toen dacht ik, dat kan ik zo overnemen, dat gaan we zo gebruiken, dat gaan we in orde maken. Fout. Je ziet nu dat er allemaal pukkels op zijn gekomen en het laat los. Dus poedercoaten is schijnbaar dus ook een vak apart. En het is één pokdalig motorblok geworden. De spoedercoaten is toch wel een vak apart. En dat zilvergrijze gepoedercoaten, dat is van mij afkomstig. Dat heb ik laten poedercoaten bij een bedrijfje in Biddinghuizen. En dat gaat redelijk goed. Redelijk goed. Ik zie hier toch wat problemen. Wat blaasvorming. Het lijkt wel of het motorblok heet is geweest, te heet. Maar dat kan ik nergens onderbouwen of terugvoeren. Dus het is, ik heb de blok teruggenomen voor garantie. En daar staat het tussendeel, en die is gewoon weer zwart gespoten, staat daar. En die gaan we daarin bouwen. Dus alle zilvergekleurde delen ga ik overzetten. En dan maak ik daar weer een net blok van. Maar, ik zei al, iemand afzeiken op zijn fout is het leukste wat er is. Maar ja, jullie weten, ik maak ook fouten. Waar ben ik achter gekomen? Het poedercoaten op zich is leuk, maar het levert ook problemen op. Op alle vlakstukken waar een moer, bout of paskop van het een of ander opgaat, ontstaat er frictie. Dat hoort. Alleen met poedercoaten, motorblok wat warm, gaat dat ruimte geven. Zeker als het poedercoaten te dik is gebeurd. Wat blijkt nou? Je ziet ook overal olie zitten en vet. Misschien hebben we pech gehad, maar ik heb met veel poedercoatblokken altijd hier rondom problemen ervaren. Waarom weet ik nog steeds niet exact, maar ook daar gaan we nog steeds dieper op in. En met
spuiten van een motorblok ervaar ik hier geen problemen. Waarschijnlijk omdat alles wat aangedraaid wordt na verloop van tijd gaat wijken, omdat het poedercoaten dat hard niet uit. Dat wordt zacht. Als het boven de 120 graden komt, wordt het weer zacht. En je kan overal, kun je dus de kleine foutjes waarnemen dat dingen van een plek worden afgedrukt, omdat de poedercoatlaag die bikkelhard is, plastisch begint te worden bij een hogere temperatuur. Dus, zo leer ik zelf nog van mijn eigen werk. We gaan wel dit hergebruiken, dat is het probleem niet, maar het tussenblok gooien we weg. Dat gooi ik ook echt weg. En we gaan de resterende zaken nalopen, oppoetsen en weer voor elkaar maken. Nog een foutje wat ik heb gevonden met poedercoaten. Hier komt een hoeveelheid poedercoattroep in. En dat is verkleurd. En je ziet ook dat dit niet mooi vlak is. Dus dat gaan we straks nog even beter vlakken. En we zien ook dat er wat lekkage is geweest. Dus dat is niet helemaal 100% lekker afgedicht. Ook daar zien we verkleuring in de inlaat. Daar ga ik ook nog even aandacht aan besteden. En ook dat wil ik toch nog even iets beter hebben. Dus dit blok gaan we zo uit elkaar halen. Gaan we kijken wat we tegenkomen aan problemen, fouten die ik misschien gemaakt heb. Of door slijtage of door het rijden van de persoon zijn ontstaan. En daar zal ik verder geen op- of aanmerking geven van hoe of wat. Nee, we gaan gewoon naar dit motorblok kijken en we gaan ervan leren. Dat is de bedoeling ook van dat hele filmpje. Leren waar een ander zijn fouten maakt. De café racer op zich. Ja, ik krijg meer café racers op bezoek. En ik begin er toch steeds minder liefde voor te krijgen. Want er zitten allemaal foutjes in. En die foutjes mag ik vaak oplossen. En het is bijna altijd bedrading gerelateerd. Ik kan één ding zeggen. Blijf met je poten van de bedrading af als je er geen verstand van hebt. En als je het mij laat doen, prima. Maar je krijgt gewoon een vette rekening. Zoals dit, ik kom het vaker tegen. Dit is nog niet eens zo erg. Maar hier zie ik wat probleempjes. Ik denk dat ik dat gewoon door ga verbinden, want dat is niet goed. Deze stekker geloof ik wel. Die gaat ook wel goed. En deze verbind ik straks ook door. Want die smelten gewoon weg, die worden te heet. De massakabel had ik al zelf extra aangelegd, dat is prima. Dit is een klaksonkabeltje. Nou, die klakson die zit er ook wel ergens op. Maar als ik hierin moet gaan zoeken, dan zit de kleur in die ik niet weet. Knipperlicht. Ja, het zal best. Maar knipperlicht. Knipper. Knipperlicht. Dat is fout. Dit is massa. Dit is gewoon domweg massa. Knipperlicht. Ja, oranje. Ja, dat is knipperlicht. Ik weet alleen nooit of het links of rechts is. Maar samen met de blauwe draad die hier loopt, is dat een knipperlichtdraad. Dat klopt. Hier zit hij ook. Ja. Dus. Zo zie je maar. Oh ja, de accubakken. Accu's die onder de motorfiets liggen zijn lastig te bedienen voor mij. Kunnen kortsluiting veroorzaken. En bij sommigen zit startrelais zo hoerig dat zelfs de motorfiets van de tafel afloopt. Omdat die ergens tegenaan tikt. Dat is mij al overkomen, niet bij deze hier. Maar een motorfiets accu wisselen. Hij ligt op een plek waar trilling een probleem is. En warmte van de uitlaatbox. En zo'n accu moet je eigenlijk niet op zijn zij leggen, maar staand. Daar hoor ik veel discussies over. Maar dat mag iedereen zelf voeren, die discussie. Ik vind het best, als die kapot gaat. Ja, jammer dan. Toevallig bij deze houdt hij het lang vol. Waarom weet ik niet, maar dat is prima. Hoe langer hij het volhoudt, hoe meer plezier we ervan hebben. Dan heb ik hier nog luchtfilterpots. Ze zien er redelijk goed uit. Niks aan de hand. Een type die ik niet ken. Maar hoe groter de inlaat wordt, hoe beter het is. Goed, wat gaan we doen? We gaan het motorblok maar verder aan elkaar halen. Ik heb nog wat minuten over. Wat staat er hier op de camera? Kunnen we het zien? Jo. Mooi man. Mooi. Ik heb op de grond een oude deken liggen. Die gooien we straks weg. Want die motorblokken lekken altijd olie en koelvloeistof. Dat is het nadeel van dit model. Het is niet anders.
Hij zat goed vast, dat is duidelijk. Maar ik merk wel dat ik door de jaren heen minder plezier heb gekregen om te sleutelen aan café-races. Ze vereisen meer werk. Er komen meestal problemen naar voren toe die niet door Honda zijn veroorzaakt, maar door de eigenaar. En dan mag ik het weer oplossen. En ik heb al veel meer werk, want de middenbok is niet aanwezig onder de motorfiets. Dus dan moet ik de motorfiets op de tafel spannen. En dat kost me al meer werk. Dat vind ik gewoon vervelend. En het achterwiel staat dus niet van de grond af. En daardoor wordt het dus wat onveilig om aan te sleutelen. Maar mocht dus de motor aan bediening komen, dan rolt de motorfiets gewoon naar voren toe. Dus de vorige rolde bijna van de tafel af. Daar werd ik niet echt heel vrolijk van. Dat is apart. Zoveel olie. Had ik niet verwacht. Nu komen we meestal ook altijd geuren vrij als ik die bouten losdraai. En als het motorblok echt verschrikkelijk heet is geweest, dan ruik ik dat gegarandeerd. Een fijne rubberen hamer van de Action, lekker goedkoop, werkt mij hartstikke goed. Dat bedoel ik. Het zuigt altijd naar beneden. Oké. Hier zie je een cilinderkop zoals het hoort te lopen. Weinig nattigheid op. Ziet er goed uit. Ietsjes rijk. Maar de bougie geeft aan dat het eigenlijk wel goed zit. Mooi. Niks verkeerds mee. Alleen zie ik gewoon wat oliebenden. Zuiver is ook goed. Voelt goed aan. Het is niet overmatig allemaal. Gaan we naar deze kant. Waar is mijn sleutel? Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe rateldop, omdat die bij mij gewoon uitgesleept is. Nou, het staat netjes vast. Godverdomme. Zo. Dit is schijnbaar zonder olie gemonteerd door mij. Dat kan kloppen. Ik heb in een periode dat spul erg schoon gemonteerd. Tegenwoordig doe ik er toch weer een klein beetje vettigheid op. Dan gaat het aantrekken toch net even wat mooier. En loshalen blijkbaar ook. Toch is dat wel mooi, dat verzinkte. Ziet er nog steeds goed uit. Dan weet ik ook dat het motorblok van mij is geweest. Mooi. Hamer. Kun je niks aan doen, is altijd het probleem. Alleen bij deze is het wel heel erg. Zie? Schoon. Netjes. Dit is een imitatie koppakking, maar heeft het goed gehouden. Hij komt wel uit de periode dat ik dacht dat het niet zulke goede kwaliteit meer was. Dus ik ben van dit merk afgestapt. Maar deze heeft het gehouden. Hij is wel iets verhard, hij kraakt ook, maar we hebben tegenwoordig een nieuw type
verpakking. Dus dit is wel netjes gegaan. Mooi. Even zien, gaat ook weg. Er is wel wat gebeurd met motorblok, want ik zie bij de Nokas, bij de eerste sleper, een slijtageplek. En die had ik niet verwacht. En daar ook. Dat is vreemd, want dat is een afzetting wat meestal wordt veroorzaakt door afkoeling of een slechte olie. Terwijl ik weet wie ermee rijdt. Ja, hier is een afzetting ontstaan. En aan deze kant is die zelf versleten, daar moet een nieuwe in. Vreemd. Vreemd, dit had ik niet verwacht bij deze rijder. Gaan we gewoon verder uitzoeken. Voor de rest ziet het er netjes uit. We gaan hem loshalen. Pak ik jullie wel weer bij het volgende filmpje op. Tot zover de café racer van iemand uit Zwolle. Top mensen, tot de volgende keer. Hoi hoi.